Zo ziet het er tegenwoordig uit. De maand januari heeft dit seizoen iets heel anders gegeven dan wat we gewend zijn. Normaal werken we indoor voor een optimale ontwikkeling van de spelers. Maar door de COVID-situatie hebben we moeten uitwijken naar buiten. Goed, aan de andere kant natuurlijk heel blij dat we onze programma's mogen voortzetten. En dit geeft ook weer de spelers een nieuwe ervaring. Er wordt iets verwacht van een stukje weerbaarheid, flexibiliteit. Maar heel eerlijk, de energie die kids erin hebben gestopt afgelopen maand was echt geweldig. Echt helemaal top. Gewoon de saamhorigheid die zich ontwikkeld heeft. Uiteindelijk geeft het weer een nieuwe dimensie, nieuwe inzichten. Zoals onze spelers in hun sport staan. Ik wil eigenlijk vooral de verenigingen bedanken die ons deze gelegenheid hebben gegeven. Zodat onze programma's gewoon doorgang konden hebben. Onder andere TV Carolus in Helmond, waar we 75% van ons programma kunnen volgen. MTV in Mierlo, Ereslog in Eersel en TVV in Valkenswaard. En heel veel respect voor alle leraren die met de kinderen en volwassenen op de baan zijn in de wintertijd. Want het is echt niet niks. Complimenten. Echt de gangmakers voor een vereniging. Goed, hopelijk mogen ze zo snel mogelijk weer naar binnen.